We zijn hier op de standplaats van de mini-plussen. De krokusjes bloeien zoals jullie zien. Het is vandaag een graadje of 10, maar een heerlijk zonnetje erbij. En de klus voor vandaag is het overzetten van de mini-plusjes in de dadantkasten. Daar gebruik ik de 6 ramers voor. En ik wil jullie laten zien hoe ik dat doe. Er zijn er 2 methodes waarop ik dat doe. Of de mini-plus raampjes worden overgezet in een 12 raams opzetkastje. Dat is deze. Dat zijn er dus 15 die hier staan. Dit is er eentje. Daar passen dan de mini-plus raampjes in. 12 stuks. En ik doe er daar zo min mogelijk in. En dan kijk ik naar de broedramen. Die gaan er in ieder geval in. En dan zet ik nog wat voerramen omheen. En dan vul ik het op met sluitblokjes. Dat zijn deze. Dat zijn gewoon opvulraampjes. Zodat ik zo min mogelijk ruimte bovenin heb. Deze komt dan boven op de kast te staan. Dus de voerrand gaat eraf. Deze heb ik voorbereid. Wat heb ik daar dan in zitten? Daar zitten 3 ramen in, uitgebouwd. En dan zo donker mogelijk, dit soort raten. Daar zit voer in. Een mooie donkere raad, want daar wil de koningin graag naartoe. Een koningin wil altijd graag op donkere raad leggen. Dat werkt als een magneet voor haar. Er zitten 2 sluitblokken in om dit kastje wat kleiner te maken. En hier in het midden komt dan of een adapterraam, of hierbovenop komt de 12 raams overzetbak, deze. Gebruik ik een adapterraam, dat is dit raam. Hier passen 2 mini-plus raampjes in en deze gaat dan in de dadantkast in het midden. En dan hoef ik 12 raamsbak niet te gebruiken. Dat doe ik alleen maar met wat kleinere volkjes die maar 2 of 3 raampjes broed hebben. Die zet ik dan over via dit adapterraam. En de sterkere volken met meer ramen broed, die zet ik over met de 12 raams opzetstuk. Nou, ik neem jullie maar eens mee om 1 of 2 van die kasten over te zetten. Dit mini-plusje staat op 1, 2, 3 randjes. De bovenste zal zo goed als leeg zijn, de onderste zal zo goed als leeg zijn. Bovenin zit voer en in het midden verwacht ik het broed. Ik ga kijken hoeveel raampjes broed ik heb en afhankelijk daarvan zet ik ze over met een 12 raams bakje die ik hier bovenop kan zetten en waar de mini plus raampjes in passen. Of ik zet ze over met een overzetraam. Hier passen 2 mini plus raampjes in en die kan ik dan hierin zetten. Dat heb ik eigenlijk het liefst. En dan zit het volk gelijk in deze onderste bak. Zit ook de maximale hoeveelheid bijen daarin. Ik heb dit kastje voorbereid met 2 sluitblokken. Hou ik 4 plekken over. Er zit 1 zwaar voerraam in en 2 uitgebouwde raten. Dat voerraam is een donker raam. Want de koningin legt het liefst op donker raad. Beginnen we met controleren van het kastje. Nou, hierbovenin zit inderdaad niet veel bijen. Dus dat laat ik gewoon eventjes zitten. Zo, die komt dadelijk aan de beurt. We gaan eerst even kijken naar de broedsituatie, of er überhaupt broed is, of dit een gezond volkje is, de moeite waard is om te zetten. Een raampje met voer. Die zet ik even aan de kant. Hier wordt het broednest voorbereid. Hier zien we een raampje vol met eitjes. Allebei de kanten helemaal belegd met eitjes. Zien we hier wat gesloten broed. En larfjes en ook weer eitjes. En daar zien we ook de koningin lopen. En hier zien we ook larfjes en uitlopend broed. Nou, dan moet ik dus een keus maken of ik zet 2 raampjes met broed over. We hebben 3 raampjes met broed. Dan zou ik 1 raampje met eitjes kunnen opofferen. Want dan kan alles in 1 keer naar beneden. Maar dat hangt er een beetje van af wat ik in het onderste kastje tegenkom. Dus die bekijk ik dan nog eventjes. Daar niet heel veel bijen zitten. En daar zitten niet heel veel bijen. Dan vind ik het volk eigenlijk te zwak om via die 12 raams over te zetten, zet ik ze gelijk in deze bak. Dus dat betekent dat ik dit omzetraam ga gebruiken. En nou zijn eitjes eigenlijk het minst interessant om over te zetten. Maar uitlopend broed en larfjes, dat zijn namelijk, daar is al veel energie geïnvesteerd door de bijen. Sorry, de camera was even uitgevallen. Dus ik zet deze ramen over in dit overzetraam. Bovenste raam heb ik de koningin al gezien. Die raampjes die passen hier dus precies in. Heb ik geen wildbouw op de ramen.
Dat is prima. Oké. Dan gaan de andere ramen hier allemaal mee in. Dan heb ik één raampje met eitjes nog. Dat raampje hang ik dadelijk in een ander volk erbij. Ik ga niet verloren. Ja, dank je. Ja. Hier heb ik dus nog in de winter bijen bijgevoerd door onder de tros, hè, dus de tros zat hierboven, een voerbakje te hangen met suikerwater erin. 1, 3 op 2. En dat gaat die tros erin hangen en dat nemen ze dat nog op. Zo kun je in de winter ook nog een noodvoedering doen. Zo. Perfect. Dan gaat het bakje van de kant en dan komt deze op de plek te staan van de oude kast. Zo. Oké, dan het laatste bakje. Ja. Sluit ik hem nu even af. Krijg ze daar ook nog een voerbak van me. Ja, de vliegopening zat op de bodem, dus nu zie je heel veel bijen hier naar beneden gaan. Die snappen natuurlijk niet dat de vliegopening nu veranderd is. Dan leg ik hier even een plankje tussen, als een soort aanvliegplankje. Zo. Volkje 525, zit op 3 randjes, zit een koningin in. Met een hoog aandeel graverij net. Ik zet deze kast even aan de kant. En dan komt de nieuwe kast op de oorspronkelijke plek. Uiteraard de vliegopening de goede kant op. Deze kastje is wel eens wat verwarrend. Zo. Beetje was aangebouwd. Zo. Bovenin zitten niet veel bijen, dus ik verwacht niet dat hier broed zit. Ik zie hier een beetje voer. Ik ga gelijk 1 raampje lager, 1 bakje lager. Ja, daar zie ik wat meer bijen. Het stikt er nog niet van, maar wel wat meer. En daaronder zie ik ook nog aardig wat bijtjes. Oké, dan gaan we kijken wat broed zit en hoeveel broed. Nou, een prachtig raambroed, is al uitlopend. Volledig belegd. Van voor naar achteren. En hier loopt ook de koningin. Een beetje een oranje stip. Daarvan weet ik dan zeker dat zij het is. Ook uitlopend broed. Dus dat zijn 2 randen. Hier zien we weer eitjes. Dit is een voerraam. Dus ik zou nu 3 ramen broed hebben. Waarvan 1 eitjes. Dit is ook nog een heel raam. Ja, voor deze besluit ik dat ik ze overzet via de 12 raamskast. Dus die pak ik er even bij. Het is een bak die gebruikt kan worden voor de quadrihives en dus voor de p-hives die ik hier heb. Dus de p-hive is de 6 raamskast. Dus hieronderin hangen nu 3 uitgebouwde ramen, waarvan 1 voerraam. Dan zet ik deze bak op. Kijken of ze allemaal dicht zitten. Ja, en daar hang ik dan het broed in, met het voer. Wat ik dan doe is, ik hang enkele zware voerramen over. Daar kan de koningin bovenin nog inbroeden, zodat ze er bovenin nog wat sterker kunnen worden. Maar dan wil ik ook dat ze naar beneden gaat. Dus ik wil ook niet te veel ramen hier.
Hadden we hier net de koningin op zitten. Nu niet meer. Is al overgestapt. Op dit mijn eerste broedraam. Een broed hangen we aan de voorkant van de kast. Hier hebben we de koningin met broed. Zo. Dit was een raampje met eitjes. Ja. Dit was ook een raampje met eitjes. Ja. Die hangen we nog aan de andere kant van het broed. Dat was dit raam. Dus we hebben vier ramen broed. En die krijgen van mij nog dat ene raampje broed erbij. Net van het overzetten van een andere kast nog één raampje broed over. Oké, dan hangen we hier omheen nog twee zware voerramen. Dat is deze. Prachtig. En misschien ook nog deze. Ja, nou, mooier kan het niet. En de rest vullen we dan op met sluitblokjes. Zodat de koningin bovenin op een gegeven moment geen plek meer heeft. En wel naar beneden moet. Beneden heeft ze donkere raad, dus ze wil ook wel naar beneden. Moet dit? Die laatjes, die anders gezet zijn. Ze zal even ons naar beneden gaan. Het is een potentiële tiltmoer. Die willen we testen op een groot volk. Dus die gaan we dit jaar testen hoe ze zich ontwikkelt en hoe het gedrag is. En vanuit daar kijken we dan of we ervan gaan natelen. Zijn er nog wat lijntjes? Nou, dat ziet er al redelijk goed uit. Dus we moeten even het gat ontdekken. Dat is dus hier een nadeel, omdat het broed zit hier en de koningin en het rest van het volk. En dat ruiken ze hier dus minder sterk. Als hier nou het gat had gezeten, wat ik ook kan doen, kan deze openzetten, maar dat wil ik niet. Dus dan hebben ze het eigenlijk sneller door. Maar het komt altijd goed. Het duurt even, maar het komt altijd goed.